mij. Ja, lach maar, we gaan van start. Zo, dames en heren, voordat we van start gaan, nog even kort aandacht voor de huisregels. We vragen u om zowel uw camera als microfoon uit te laten. Vragen kunt u tijdens de webinar en Q&A stellen via de chatbox of door uw hand op te steken. Dan kondig ik u aan. Graag even uw microfoon op dat moment wel aanzetten. En de laatste huisregel is, breek vooral in op gepaste wijze en ga de discussie aan met ons. Goedemiddag leden. Van harte welkom bij de derde editie van de ORAM Ondernemers Stories. Mijn naam is Menno van der Valk, Manager Operations bij ORAM. En samen met Rijn Aerts van Breikers hebben we het vandaag over nooit meer file, voor altijd veerkracht. ORAM Ondernemers Stories. In Hoe werkt het in coronatijd vertellen bedrijven hoe ze hun werk voortzetten en gaan we hierover met elkaar in gesprek. Was het noodzakelijk om een enorme switch te maken? Waar liep je eigenlijk tegenaan? Is de business zelf enorm veranderd of alleen de werkvorm? En dan nu over naar Rijn Aerts van Breikers. Hi Rijn, goedemiddag. En wat is eigenlijk jouw favoriete vervoersmiddel? Mijn favoriete, dankjewel allereerst voor de uitnodiging, Menno. Leuk om hier aan deel te nemen. Ik ben een fietser, dus mijn favoriete vervoermiddel is een fiets. En de laatste tijd heb ik een hele snelle waarmee ik voor grote afstanden mijn werkplek kan bereiken. Want jij gaat op een speedpedelec van Haarlem naar de Zuidas? Ja, Heemstede. Ja. Ja. En hoe lang duurt het erover? Een minuutje of 40. Van de bevalt het ook als het regent? Dan doe ik het niet. Nee, nee, ik ben geen regenfietser. Nee, dat snap ik. Dat is ook gevaarlijk volgens mij als je 40 km per uur gaat of niet? Ja, ik ben wel een paar keer onderuit gegaan. En of, met gladheid is dus niet echt ideaal. Maar je verbaast je erover hoe weinig het regent en hoe vaak het mooi weer is. Kijk maar naar buiten. Precies. Maar je bent niet zo hard onderuit gegaan dat we deze webinar in ieder geval niet konden doen, toch? Nee, blijkbaar niet. Nee, goed zo. Ga nog wel, denk ik. En Rijn, de titel van deze webinar, die zet je eigenlijk meteen aan het denken wat mij betreft. Maar wat is volgens jou het grote verhaal? Hè? Wat gebeurt er nu op dit moment echt? Ja, zal ik even een presentatie starten? Ja, heel graag. Wat er echt gebeurd is, je ziet er steeds, je leest er steeds vaker over. Dit is een stukje van Wouter van Noord, heet hij. Die is trouwens een aanrader. Die schrijft elke zaterdag heeft hij volgens mij een overzicht van artikelen die heel goed beschrijven wat er op dit moment aan de hand is. En dit is een klein stukje daaruit. Wat je hier ziet is 3-4 steekwoorden. Dat is resilience, mooi Engels voor weerbaarheid. Lokaal, flexibel en veerkrachtig. Dus als je wat uitzoomt in wat er nu eigenlijk allemaal met corona is gebeurd, zijn eigenlijk van de ene dag op de andere zijn we geforceerd overgegaan op een nieuw systeem, om het zo maar te zeggen. Werken. Maar dat is eigenlijk min of meer toevallig, is het goed gegaan. We zijn met z'n allen dieper gesprongen en dan maar afwachten hoe het werkt. Ik heb me er zelf bijvoorbeeld altijd enorm over verbaasd. De bandbreedte en de mogelijkheden om digitaal te blijven samenwerken en de massa waarin dat op dit moment gebeurt en dat het toch eigenlijk bijna altijd goed gaat, dat is ongelooflijk. Ja. Maar dat had ook best wel eens anders kunnen zijn. Ik bedoel, voor je het weet waren we allemaal gaan videoen. En was het een zwart scherm geworden, weet je wel. Dus ja. We hebben denk ik met z'n allen heel veel geluk gehad dat we, voor de meeste mensen trouwens, er zijn natuurlijk heel veel sectoren waar het een enorme kaalslag is, die hebben helemaal geen geluk gehad. Maar als je een beetje in mijn werk, kantooromgeving, advies enzovoort kijkt, ja, het is ongelooflijk hoe het eigenlijk allemaal toch is blijven draaien. Maar je had eigenlijk geen plan B. Je had eigenlijk geen plan B, maar toch ging het goed. Nee, bijna niemand had erover nagedacht. Je merkt ook aan organisaties als RAI of Johan Cruijff Arena. Die hadden natuurlijk wel eens gedacht van, er kan wel eens een keer wat misgaan of de OV valt uit of we kunnen 3 dagen niet open. Ja, 3 maanden niet open, weet je wel, wie had dat ooit bedacht? Ik denk dat, maar tegelijkertijd, iemand zei ook van, we zitten niet in de nasleep van de vorige crisis, we zitten in de aanloop naar de volgende, weet je wel. Dus je moet eigenlijk over nadenken dat, wat doen we de volgende keer? En dat zal het misschien geen pandemie zijn of geen virus, maar dan is het misschien het betalingssysteem wat eruit gaat. Ja. Of een totale ineenstorting van onze digitale infrastructuur. Klimaatcrisis, dat zit eraan, weet je. Dus je kunt het uitschrijven. Er komt weer wat waardoor we allemaal weer een afslag zullen moeten nemen. Eigenlijk is het wel handig als we daar met elkaar over nadenken. Ja. Hoe ga je dat dan doen? Hey, en waar is dat? Er zit een zwaartepunt in. Hè? En dat is volgens mij verschoven van jij moet, hè? Naar wat wil jij? Zou je zeg maar, met de volgende slides even daar een toelichting op kunnen geven?
Nee, wat je ziet is, wat wij doen is, wij adviseren grote werkgevers met slimme en duurzame mobiliteit. En dan kwamen we bij die werkgevers altijd in de discussie terecht van flexibel thuiswerken. En sommige werkgevers vonden dat een prima idee, maar heel veel die zagen dat ook helemaal niet zitten. En neem bijvoorbeeld de juridische dienstverlening. Was altijd het verhaal van, ja, maar dat werkt bij ons niet. Hè. We moeten met die dataveiligheid en we moeten samenwerken. En, weet je, we hebben het geprobeerd, maar dat werkt nou helemaal niet. Ja. Nou, je ziet nu van de ene dag op de andere gingen al die grote kantoren gingen dicht. Iedereen ging thuiswerken. En nu zie je dat blijkt dat het wel kan. En dat, ja, mensen die zien de voordelen daarvan ook in. En dat geven ze ook niet zomaar weer weg. Weet je wel? Dus we werken nu ook met werkgevers. Die beginnen nu een campagne om hun medewerkers weer op kantoor te krijgen. Weet je wel? Maar die gaan echt niet meer 5 dagen in de week in de spits in de file staan. Dat ja. Zie ik echt niet zomaar. Nee, dat zeg jij wel. Maar kijk, ik zie ook in deze kop, hè, dat je niet, kijk hoor, oude file druk keert voorlopig niet terug. Maar voor corona was het toch ook gewoon een vrije keuze om in de file te gaan staan. Dat deden we toch ook? Nou ja, dus de stelling is eigenlijk, die vrije keuze was er niet. Je ziet heel veel werkgevers, was het eigenlijk not done, was het eigenlijk pas niet in de cultuur. Je komt om 9:30 's ochtends binnen en dan zegt iedereen van, joh, lekker uitslapen, Menno, boodschapjes gedaan. Weet je wel, dus dat soort, als de cultuur er niet rijp voor is, dan krijg je toch, de mensen gaan dat gewoon niet doen. Dus er was helemaal geen keuze om buiten de spits te reizen. En ik had ook heel vaak afspraken, die werden dan gewoon ingepland om 9:00 's ochtends, weet je wel. Dus dat moest je wel. Er werd eigenlijk helemaal niet over nagedacht. En nu zie je dat we met z'n allen gewoon ervaren hoe het ook anders kan. En ik denk dat die ervaring, die laat echt niet meer los. Top. Ja, dus wat hier in het artikel ook staat is, de vraag die werd gesteld, staan we straks weer in de file? Ja, ik draai mij meteen om, sta jij straks weer in de file? Hè? Dat is een keuze die je zelf maakt. Ja. En ik zeg ook ergens van, de file dat zijn niet zij, de file dat zijn niet wij, de file dat ben jij. Jij maakt de file, het is jouw file. En als jij een andere keuze maakt, dan heb je hem niet. Eens. Next. Next. Ja, dus wat je ziet in wat er gebeurd is met corona. Enorme terugval in de personenvervoer. Maar ook, je ziet het alweer stijgen naar, we zitten op 95, 96, 97%. En ook dat is zo grappig aan die file. Er staat nog steeds geen file. Weet je wel? Dus wat hier ook in zit, is die spreiding is nu veel beter. Dus hoewel het aantal verkeersbewegingen over de dag bijna gelijk zijn aan pre-corona, is er helemaal geen file. En ook daar zie je dat mensen dus de vrijheid nemen, de keuze maken om die spits te gaan vermijden. Wat overigens ook inmiddels overheidsbeleid is, hè? Mij de spits. Ja. Daar hebben we ook een enorme winst. U zegt ineens, Mark Rutte, die zegt in de persconferentie, spreiden, spreiden, spreiden. Dat hadden we ervoor nog nooit over gezegd. Nee. Dus dat helpt ons ook. Hier zie je ook een beetje dat hij iets kende. Had er nooit over nagedacht volgens mij. Hij ging wel op de fiets naar werk, dus dat was wel goed. Dan zie je hier ook het gaat uiteindelijk over die echte pieken. Dit zijn 10 knelpuntlocaties door heel Nederland. Als je dan op die 3500 voertuigen per uur zit, dan staat het vast. En daar zit het toch wel 10% onder nog steeds. Hoewel dus het aantal voertuigbewegingen bijna gelijk is aan daarvoor. En als we dat een beetje kunnen vasthouden, dus dat mijden echt van die pieken, dan kunnen we heel veel ellende voorkomen, zeg maar. Ik denk ook dat mensen zelf die keuze gaan maken. Je ziet wel dat het oploopt, hè, vanaf maart tot eind mei. Maar nog steeds, nou, dagelijks bijna geen files. Er komt gelijk een vraag binnen, trouwens zie je de chatbox. Die ga ik even aan je voordragen. Goedemiddag allen. Binnen Intersafe hebben we nu gekozen om in ieder geval tot eindejaar deels thuis te werken. Hier zoeken we samen met de medewerkers naar een goede balans, waarbij we bereikbaarheid van onze klanten voorop stellen. Afgelopen tijd heeft vervolgens ons bewezen dat flexibiliteit op dit vlak goed mogelijk is. Dat was meer een stelling en geen vraag. Maar zou je daarop willen reageren? Herken je de andere werkgevers? Ja, we hebben de afgelopen maanden samen met een aantal andere netwerken door Nederland heel veel grote werkgevers gesproken, 150 in totaal, over wat zijn nou jullie ervaringen op het gebied van dat flexibel werken en dat thuiswerken enzovoort. En dan zie je zowel dat werkgevers eigenlijk in de volle breedte aangeven dat het ze wonderwel goed bevallen is, ook de partijen die voorheen dus heel kritisch waren, maar ook dat werknemers aangeven dat ze voorheen nog echt dachten van, we moeten op kantoor zijn, want daar gebeurt het. Dat ze merken dat het heel veel voordelen heeft. Het heeft ook heel veel nadelen, hoor. Dus als je 5 dagen verplicht thuis moet werken, hè, samen met je partner en je kinderen die je onderwijs moet geven enzovoort, dat is natuurlijk verre van ideaal. Maar die mix, hè, dus thuiswerken 2-3 dagen de week en op kantoor afspreken voor bepaalde
goed gerichte afspraken, hè, voor een bijeenkomst, niet meer solo werken achter je bureautje, maar teamafspraken of ook het sociale aspect, dat die mix eigenlijk voor iedereen wel als ideaal wordt gezien. En dat betekent dus ook, nu terug naar de stelling, van ik denk als mensen echt structureel 1, 2, 3 dagen in de week thuis gaan werken, dat het heel veel fileleed gaat voorkomen. En wordt daarmee zeg maar, de werkplaats ook een ontmoetingsplek? Ja, die zal heel erg van karakter veranderen. Dus daar waar het vroeger een soort urenfabriek was, gaat het nu veel meer over kwaliteit, denk ik. De ontmoeting, creatieve sessies, opstarten van complexe projecten, daar heb je echt nog die ontmoeting voor nodig. Maar het testwerk en de bulk, weet je wel, het bijwerken van je mails, weet je, daar gaat toch niemand voor meer van naar kantoor, dat zou toch wel idioot zijn. Ja, eens. Hey, en je ziet nu dat gebruik OV natuurlijk is helemaal afgenomen, dat weten we allemaal. Dat ervaar ik zelf ook als ik in de metro zit. Maar wat vind jij dan de rol van de overheid op dit moment in de terugdringen van het OV? Nou ja, dat vind ik wel heel, heel bijzonder. Dat eigenlijk heeft de maatschappij heeft een goed functionerend OV nodig. 3 maanden geleden waren we nog bezig om de hyperspits zeg maar, aan te pakken. En van de ene dag op de andere zegt dat die OV-sector zelf eigenlijk van jongens, wees niet onze klant. Ik vind dat heel bizar eigenlijk. Dus ik snap ook wel dat we het moeten proberen om elkaar niet te besmetten enzovoort. Maar ja, als we wel met z'n allen in een vliegtuig kunnen gaan zitten, maar niet in de trein, ik snap daar ergens iets niet. En je ziet ook theaters, touringcarbedrijven, de commerciële sector. Iedereen staat te springen om weer mensen in zijn fabriek te krijgen. En het OV, essentiële infrastructuur in Nederland, die zeggen van nou, tot nader orde moet je die van ons hebben. Ik vind dat heel vreemd. Ja. En zie je dat nou terug, bijvoorbeeld ook in de aankoop van auto's, in de aankoop van tweedehands auto's bijvoorbeeld. Is die markt veranderd, doordat het OV zich zo opstelt? Nou, dat is een populair verhaal wat je natuurlijk continu hoort van iedereen koopt weer een tweedehands autootje, want dan kunnen we weer naar het werk. En dat is dus niet waar. Dit is een statistiek van de autoverkoop in Nederland. Dit zijn trouwens allemaal data van het ministerie zelf, dus dat acht ik zeer betrouwbaar. Uh-huh. En dan zie je dat de verkoop van nieuwe auto's, hè, dus de groene balk, dat gaat natuurlijk keihard onderuit. -60% in mei, dat is ongelooflijk. Maar ook zwart, dus occasion, weet je wel. Er wordt helemaal niet meer occasions verkocht ten opzichte van vorig jaar. Dus ik vraag me af waar dat verhaal vandaan komt. Het is natuurlijk wel populair om te denken van nou stapt iedereen weer in de auto. Maar ik moet het nog zien. Even tussendoor Rijn, voor de deelnemers. Op het moment dat je een vraag hebt of op het moment dat je zegt joh, ik wil even inbreken. Steek dan even je digitale hand op. En dan kan ik je in ieder geval het woord geven. Want dan kunnen we de discussie ook nog op een andere manier voeren. Maar ga vooral door Rijn. En dat komt natuurlijk ook omdat als mensen vaker thuis gaan werken en je hebt de auto voor de deur staan, dan kun je die auto ook onderling heel makkelijk delen. Daar waar je voorheen nog altijd met z'n tweeën naar werk ging en dan 2 auto's nodig had ofzo. Dus ook dat is een effect dat wel speelt. Maar ja, wat de voordelen daarvan, dit zijn al bekende plaatjes. Het is natuurlijk waanzinnig wat het met de luchtkwaliteit doet. Het is echt ongelooflijk. Het heeft heel veel met de gezondheid te maken ook. Dus ook dat is denk ik een aspect wat we niet meer los gaan laten. Je merkt het ook in Amsterdam, in de stedelijke omgeving. Het heeft ook een enorme kwaliteitswinst opgeleverd. In hinder, in gevaar, in drukte, in luchtkwaliteit. Kijk, over stikstof is natuurlijk veel te doen. Maar wie is volgens jou hier nou echt verantwoordelijk voor, hè? Voor die stikstofuitstoot? Want het probleem wordt nog steeds bij de boeren neergelegd. En jij zegt nu, nee, het heeft te maken met autogebruik, vervoer, verkeer, et cetera. Ja, er zijn in dat stikstofverhaal eigenlijk 2 kanten. Je hebt de boerenkant en de burgerkant, zou ik maar zeggen. Ja. Dit gaat over stikstofoxide. En stikstofoxide is een verbrandingsafvalproduct. Dus dat heb je als je auto's hebt, of je hebt het bij de opwekking van de energie in centrales. Dan krijg je stikstofoxide. En waar het bij boeren over gaat, dat is ammoniak. Dus dat is geen verbrandingsproduct, maar een verteringsproduct. Dat komt uit koeien en varkens. En die gezamenlijk leiden tot een stikstofprobleem in Nederland. Waarbij je ziet dat die boeren uiteindelijk in die ammoniakhoek verantwoordelijk zijn voor minimaal de helft van het totale stikstofprobleem in Nederland. Maar dat heeft eigenlijk in wezen heel weinig te maken met die stikstofoxide-problematiek. Ammoniak is slecht voor de natuur en stikstofoxide is slecht voor de mens. Voor jouw gezondheid en de leefomgeving in grote steden. En dat is precies waar wij zitten natuurlijk. Dus hier zie je dat wel degelijk dat minder verkeer heel veel winst oplevert. Ja, en ik zie 3 vragen in de chatbox staan. Ik ga er eentje nu doen en die andere 2 doe ik even iets later in het moment. Even kijken, van Frans Wilhelmus van ABN AMRO. De vergelijking tussen OV en vliegtuig gaat niet echt op, begrijp ik, van de deskundigen. De luchtbehandeling in vliegtuigen is volstrekt anders toch?
Ja, ik ben vliegtuigbouwer, dus ik zou het moeten weten, hè? Ja, precies. Is de techniek zo veranderd dan? Ja, het is inmiddels wel wat anders georganiseerd. Ik kan me best voorstellen dat de luchtbehandeling in vliegtuigen dat heel kritisch komt en dat dat heel uitstekend is geregeld. Maar ik las ook een stukje van, weet je, je mag maar met 30 mensen in een theateropstelling zitten. En ik las een stukje van Claudia de Breij een tijdje geleden, die zei, ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig. Zij zegt van, waarom mogen mensen wel achter elkaar in stoelen in een vliegtuig zitten, maar niet achter elkaar in stoelen in een theater? Ja. Dus, en je ziet ook al hele ludieke acties van cabaretiers die in vliegtuigen gaan optreden. Zo, want daar mag het wel, weet je wel. Dus het is, ja, maar dat heeft te maken met de luchtbehandeling, denk ik, Rijn. Goedemiddag, sorry dat ik zo even inbreek. Maar je hoort dat daar die systemen heel anders zijn. En dat daar de filtering zodanig goed is dat het op een verantwoorde manier kan. Ik ben geen deskundige, maar dat begrijp ik dan. En dat is echt een volledig andere situatie dan dat je in het OV hebt of in een theater. En dat is de reden dat ze die verschillen maken, zeg maar, in die behandeling. Maar goed. Laten we hier niet de technische discussie gaan voeren, maar dat is, je gaf net aan, ik begrijp niet waarom we niet in het OV met z'n allen mogen en wel in vliegtuigen. Volgens mij ligt dat daaraan, als ik de deskundige mag geloven. Nou, dan wel op een mondkapje, hè, wat je zelf nog hebt gepunning of gebreid. Precies, ja, dat hebben we wel, dat is raar. Hey. Ik ben er nog niet helemaal uit. Dank voor je bijdrage, Frans. Was dit het? Ja, hij staat er weer uit. Ja, dankjewel. Nou, door naar de volgende. Ja, CO2-uitstoot. Ja, dat is een bekend verhaal eigenlijk, maar ook effecten natuurlijk. Ja. Thuiswerken, hè? Dus daar hebben we het eerder even over gehad. Er is de afgelopen tijd heel veel onderzoek naar gedaan. Wij hebben ook heel veel partijen gesproken. Voor- en nadelen. Dus dit is het om er iets uit te pakken. Wat kunnen we nou eigenlijk met deze resultaten? Want je hebt nog een slide over dat thuiswerken. Wat je eigenlijk ziet is dat de nadelen van thuiswerken vooral spelen op het moment dat je massief gaat thuiswerken. Dus als je alleen maar thuiswerkt, dat heeft heel veel nadelen. Maar op het moment dat je nog 2 dagen gaat thuiswerken, zijn eigenlijk bijna al die nadelen weg. Ja. Dus dan heb je dat contact met je collega, dat is er weer. En wat doe je er dan vanuit bereikers mee? Wij denken dus mee met werkgevers, want het is een enorme puzzel. Hè? Je hebt een kantoor, je hebt 500 werkplekken voor corona. Nu is het 1,5 meter economie, heb je ineens 220 werkplekken. Dan is de vraag, wie gaan dan van die 220 werkplekken gebruik maken? En dan moet je dus een afweging gaan maken van welke mensen wel, welke mensen niet. Hoe ga je dat plannen en structureren? Voor wat voor soort bijeenkomsten kunnen ze dan bij elkaar komen? Hoe komen ze op het werk? Weet je wel, want niet iedereen heeft een auto. En als je verder dan 15 kilometer van je werk woont en je niet met het openbaar vervoer wil of mag van je werkgever, hoe kom je er dan? Dus dat is een enorme puzzel waar wij werkgevers mee helpen om dat op te lossen. Waarbij je ziet dat op het moment dat je gaat naar structureel 2 tot 3 dagen thuiswerken voor een groot deel van je medewerkers, je eigenlijk de helft van je werkplekken bespaart. Dus dat is dus de oplossing voor je capaciteitsprobleem. Dat doen we met de analyseapparatuur. Je ziet het precies ergens op die 2 dagen lever je ongeveer de helft van je werkplekken in. Ik wil even woord geven aan Chano Knols van Radius. Die heeft een vraag volgens mij in deze context. Chano? Ja, dankjewel Menno. Rijn, wij spreken natuurlijk ook veel met klanten. Wij horen ook dat keuzevrijheid en veilig naar kantoor belangrijk is voor die werkgever. Als je kijkt naar de adviezen die jullie geven en wat we ook zien is dat het Maas-platformgedachte ook steeds meer naar boven komt drijven in deze tijd. Hoe gaan jullie met bereikers daarmee om? Nou, dat is ook weer heeft heel veel met die flexibiliteit te maken en die veerkracht. Maas is natuurlijk gemaakt om flexibel met je mobiliteitsbehoeften te voorzien. Dus dat is eigenlijk, ook als je naar de grotere ontwikkeling kijkt, is Maas past 1 op 1 op waar we nu middenin zitten. Dus niet meer denken in die starre constructies van altijd met de auto of altijd met dit of altijd met dat. Maar juist op basis van het moment en de behoefte kunnen kiezen voor iets wat heel goed bij jou past. Dus in die zin komt Maas als geroepen in tijden van corona, om het zo maar te zeggen. Dankjewel. Voldoende? Zeker. Menno Husman heeft zijn hand omhoog. Wil je je vraag stellen, Menno? Ja, goedemiddag allemaal. Goed hoorbaar? Ja, heel goed. Okay, super. Ik was even benieuwd of jullie beeld hebben. We hebben het net over thuiswerkmonitor en de plek op kantoor.
Maar er is ook een tijd op kantoor. Hè. De dag heeft 24 uur. Je ziet dat mensen eerder flexibel willen werken, ook thuis, hun tijd anders indelen. Hebben we beeld bij hoe men dat op kantoor verwacht en wat klanten daarvan vinden, of die net zo flexibel daarin zijn? Goeie vraag. Waar ik niet helemaal het antwoord op heb. Wat je wel bijvoorbeeld ziet in het onderwijs, daar is natuurlijk jaren discussie gevoerd over het meer spreiden van lestijden. Daar kan ineens nu alles, dus in principe is die flexibiliteit moet er zijn. Maar ik kan me wel voorstellen, je ziet ook dat een negatief effect is van heel veel thuiswerken, is dat werktijden eigenlijk niet meer bestaan. En dat is, als je kijkt ook naar de ervaringen die werkgevers en werknemers hebben met werk in tijden van corona, dat wel een van de zwaarste minpunten is. Dus de mensen werken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, vaak in het weekend ook nog, of tijdens de feestdagen, want het is even geen mooi weer, dan gaan we maar aan het werk. Pauzes bestaan niet meer. En dat betekent ook dat de werkdruk toeneemt. We gaan ook intensiever werken, hè, want alles gaat video, alles wordt tegen elkaar aangeplakt. De moment ontspanning bij de verplaatsing van A naar B ontbreekt. Dat betekent wel dat het qua energie wel een ander verhaal begint te worden. En dat is denk ik wel iets waar we in de toekomst al goed rekening mee moeten houden. Dat we niet naar inderdaad letterlijke 24-uurs economie gaan, want dat trekken we niet, om het zo maar te zeggen. Is dat voldoende, Menno? Ja, nee, duidelijk antwoord. Alleen we hebben tenminste hoor ik nog niet echt een goed beeld bij. Ik zelf ook niet, vandaar dat ik de vraag ook stel. Ja. Je ziet toch wel in de afgelopen coronatijd hebben wij in ieder geval last gehad dat mensen heel flexibel waren. Maar voor onze klanten betekende dat bijvoorbeeld dat we op sommige momenten niet goed bereikbaar waren. Ja. Omdat die flexibiliteit erin zat. En dat is, ik denk dat voor ons ook wel een uitdaging is voor de toekomst. Ja. Voldoende voor nu, dankjewel. Goed zo, dankjewel Menno. Ja. Nou, hier ga ik niet helemaal doorheen lopen, maar er zijn een aantal onderzoeken gedaan. Ze wijzen eigenlijk allemaal dezelfde richting op. Grosso modo, 1,5 keer, 2 keer zoveel thuiswerken vanaf nu als voorheen. Dus dat is best wel een forse verschuiving. Ja. Is daarmee het probleem al opgelost, Rijn? Nee, dat denk ik niet. Als je het dan hebt over die mobiliteit, reizen van voor en naar je werk, dan komen we eigenlijk in de situatie deze. Die werkgever die denkt, mobiliteitsbeleid, hè, dat is best interessant. En hoe komen mijn werknemers of wat bied ik ze aan? Een leaseauto of een OV-kaart of een reiskostenvergoeding. Dat kan veel moderner, eigentijds en duurzamer, goedkoper. Maar dat was altijd een kwestie van vrijwilligheid, geleidelijkheid. We hielpen onze werkgever om in het proces van maanden om 10% van je personeel aan een ander arrangement te helpen. Dat was toen. En dit is nu. Dus het moet allemaal nu. Iedereen zit met die puzzel. Hoe gaan we overmorgen naar het werk? Wat bied ik dan aan? De grens tussen reizen voor je werk en de werkplek is ineens vervaagd. Heel veel ideeën, heel veel aanbieders, heel veel mogelijkheden, heel veel vragen. En dat moet allemaal nu. Dan niet alleen voor die 50 werkgevers die we voorheen in een jaar lang van advies voor zagen. Maar eigenlijk voor heel werkend Nederland, heel werkend Amsterdam. En dat is al een enorm verschil. En waarom staan werkgevers deze opgave centraal volgens jou? En wat is dan de rol van de overheid? Nou ja, wij zijn als Breikers ooit opgericht door twee werkgeversverenigingen. Wij zijn van voor en door jullie club en VNO-NCW Amsterdam. En wij zijn opgericht om werkgevers te helpen met mobiliteitsvraagstukken. Dat is wat we doen. En je ziet ook dat als je gaat kijken van waarom staat de boel vast, dat zijn er toch gewoon de forensen die ervoor kiezen om op het verkeerde moment op de verkeerde manier te reizen. En de sleutel zit dan toch bij de werkgever die daarvoor een arrangement aanbiedt of aan de knoppen gaat draaien. Ja. Dus daar moeten we het van hebben. Ja. Want als die werkgever die werknemer niet anders inricht, dan staan we over een paar maanden weer gewoon allemaal keihard in de file. Stimuleert. Maar vanuit de overheid is het natuurlijk ook een enorme opgave. 1,5 meter economie, afstand houden. En dat is niet alleen in het OV, maar dat is ook op de perron, dat is ook op de roltrap, dat is ook in de lift, dat is ook op kantoor, dat is overal. Dus het is een enorme ook een maatschappelijke puzzel hoe we dat met elkaar kunnen combineren met het weer op gang brengen van de economie. Ja. En dan zie je dus dat naast die langere termijn doelstellingen waar we vroeger voor werkten, dus klimaatakkoord en gaat het nu echt om
flexibiliteit. Hoe richt je je processen zo in dat je afhankelijk van de situatie, want we hebben nu die coronabeperkingen die zijn wat losgelaten, maar voor je het weet, we zagen het nieuws gisteren in Peking, dan gaat de boel weer keihard op slot. En dan moeten we weer een afslag nemen, weet je wel. Dus het wordt echt heel belangrijk om, en dat is ook een verantwoordelijkheid voor elke werknemer in Nederland, om na te denken over hoe je zo'n proces heeft ingericht en ook na te denken over hoe die het bij wijze van spreken overmorgen weer helemaal anders zou moeten doen. Dat plan B. Hey, en wat is dan jullie rol in deze opgave? Nou ja, wij hebben de unieke positie dat we door de overheid wat geld krijgen om werkgevers daar gratis advies over te leveren. Dat zijn dus gewoon hooggekwalificeerde krachten die we op de markt inhuren, mobiliteitsexperts. En die kunnen met werkgevers gewoon aan de slag om de puzzel op te lossen. Dan hoef je die zelf te verzinnen, dan kun je profiteren van kennis en ervaringen die elders in ons netwerk zit. We hebben ook veel netwerkpartners die ook over oplossingen na kunnen denken, over hoe richt je je kantoor nou opnieuw in. Hebben we ook veel partijen in ons netwerk die erover nadenken, is niet per se onze expertise, maar die verbinding kunnen we wel leggen. En dat doen we in 4 weken tijd, via het samenstellen van een team, analyse van je capaciteit, de restcapaciteit van je kantoor, maak een plan van aanpak. En dat doen we ook nog eens kosteloos. Dus wat wil je nog meer? Wat levert het op? Zo'n actieplan? Dat levert op dat je dus weet hoe je je werkprocessen binnen 4 weken weer op een robuuste manier aan het praten hebt. En dat je daarom gebruik maakt van de mogelijkheden die er zijn. En dat je ook vasthoudt aan de voordelen die het biedt. Daar begon het verhaal mee. Iedereen heeft nu ervaren hoe lekker het is om flexibel te kunnen werken. Nou, die flexibiliteit moeten we er dus wel in houden. Dus dan gooien we heel veel positiefs weg, wat we toch ook uit deze vreselijke crisis mee kunnen nemen. Ja. Janne van der Linden van Amber heeft een korte vraag. Die vraagt, hoe past een deelsysteem als Amber bijvoorbeeld in het actieplan van Brijkers, zoals je nu presenteert? Ja, dat zit natuurlijk een beetje in de mobility as a service hoek. Flexibiliteit is koning, dus, en ook Amber voegt heel veel flexibiliteit toe. Ja. Dus daar waar bij een grote bank in het verleden nog 80 leaseauto's stonden te verstoffen in de parkeergarage, doen ze dat nu geloof ik met 10 andere voertuigen. Hebben ze dezelfde mobiliteit? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dat is niet alleen de flexibiliteit, maar dat is ook duurzaamheid, dat is elektrisch, dat is geen CO2. En het is vaak ook heel veel goedkoper, weet je. En dat is een mooi verhaal van slimme, duurzame mobiliteit. Je levert niks in, je scoort op alle punten. Het is goedkoper, het is duurzamer, flexibeler, moderner, sneller. Wil je nog meer? Hans van der Schaaf, je wil nog meer. Hans, zou jij even je microfoon aan willen zetten en je vraag willen stellen aan Rijn? Goedemiddag. Ik vroeg me af, kijk, we hebben allemaal mooie plannen en oplossingen om uiteindelijk duurzamer te zijn, flexibeler te zijn. Maar wat ik in de markt merk, is dat het voor heel veel bedrijven niet urgent is om er iets aan te doen. Hoe zou je nou vanuit het Brijkers-oogpunt het urgent CQ verplicht kunnen maken, zodat we daadwerkelijk met z'n allen een doel kunnen stellen? Ja, dat is een hele goede vraag. Die urgentie, dat is iets wat ons wel enorm helpt. Dat is met corona wel enorm toegenomen. Dus wat ik ook een paar slides geleden liet zien, is waar we vandaan komen, is toch een werkgever die denkt, ja, mobiliteitsbeleid, hè, maar ik heb ook nog heel veel andere dingen op een bordje. Zie je dat nu dat opnieuw inrichten van die werkplek en de mobiliteit die daarmee samenhangt, is voor heel veel werkgevers nu echt al topprioriteit. Dus dat helpt ons wel. Het stellen van doelen, gezamenlijk, daar wordt nu in Den Haag heel hard aan gewerkt. Door het ministerie, door 2 ministeries en de VNO-SW bijvoorbeeld. Ja, daar zit toch wel wat spanning op, want als je daar echt kwantitatieve doelen aan gaat stellen, dat is op de eerste plaats is dat nogal willekeurig. Hoeveel mensen moeten dan hoe vaak thuis gaan werken of zo? Dat kun je volgens mij niet zomaar voor een hele sector afspreken. Want daarin is elk bedrijf is anders en ook elk individu is anders. Je kunt niet tegen iemand, je kunt niet tegen iedereen in de bankensector zeggen van wij bij de banken werken nog maar 2 dagen in de week op kantoor. Dat werkt gewoon niet op die manier. Er zijn mensen die moeten echt bij de systemen zijn. Er zijn mensen die kunnen veel vaker op kantoor werken. Er zijn mensen die zijn ambulant, weet je wel. Dus om daar zo'n hele gekke meetlat overheen te trekken, volgens mij gaat het niet werken. Ik geloof veel meer in die maatwerkaanpak, waarbij partijen zoals Brijkers, en er zijn er nog veel meer in Nederland, in andere regio's, gewoon met die werkgever meekijken, wat is nou in jouw specifieke situatie slim en handig om te doen. Volgens mij is dat de beste aanpak. En generieke maatregelen of hoogoverdoelen, die we dan vervolgens weer niet gaan halen. Je ziet het ook bij de hele stikstofdiscussie.
Het geeft een hele hoop ruis en gerommel en het lijkt op niks volgens mij. En hoe zouden bijvoorbeeld partijen die nu deelnemen jou daarbij kunnen helpen als merkers? Welke partijen die deelnemen? Nou ja, er zitten natuurlijk ook mobiliteitspartijen nu zeg maar in de call. Er zitten andere werkgevers in de call. Wat vraag je nou eigenlijk van hen? Nou ja, wat voorheen zei ik ook, was het redelijk relaxed, hè, om het zo maar te zeggen. Wij hebben 50 werkgevers met een goede analyse en een maatregelenmix, om het zo maar te zeggen. Je ziet nu op de eerste plaats dat het onderwerp mobiliteit en de werkplek, dat is eigenlijk één en hetzelfde geworden. Nou, ook die werkplekinrichting, dat is niet onze expertise. Dus daar werken we al heel veel samen met partijen die er verstand van hebben. Maar ook in het leveren van oplossingen en het aanbieden daarvan, willen we ook heel graag samenwerken met partijen. Want wij maken geen oplossingen. We zorgen alleen maar voor dat de oplossing bij de toepassing komt. Dat is onze functie. Dus hebben we juist heel veel behoefte aan een netwerk ook van partijen die innovatieve oplossingen aanbieden. Daar werken we heel graag mee samen. Ja, mooi. Een van die partijen is onder andere het GVB. Ik zie dat Erik Matjemo een vraag heeft. Erik, zou je je microfoon aan willen zetten en je vraag willen stellen aan Rijn? Ja, doe ik. Dank je. Hier ben ik. Hi Rijn, mooie presentatie. Ziet er goed uit. Ik had wel even een vraag in dit. Kan iedereen mij verstaan? Heel goed zelfs. Ja. Oké. Okay. Ik had wel even een vraag in deze, want wat ik bijvoorbeeld ook binnen de GVB-merk, in een rol die ik ook heb als zijnde onafhankelijk lid binnen de OR, dat mensen wel eens vragen die investeringen doen in een thuiswerksituatie, of de regering, of zeg maar de overheid daar ook niet een rol in kan spelen. Net zoals je een systeem hebt van reiskostenvergoedingen en fiscaal aantrekkelijke regelingen. Hoe zit dat met thuiswerken? Want de overheid zou dat ook op die manier kunnen stimuleren. Ja, dat klopt. Je ziet dat er zijn al werkgevers die zijn begonnen om hun medewerkers te betalen voor thuiswerken. Want dat kost namelijk ook geld. Heb je het over inrichting van je werkplek bijvoorbeeld. Maar wat ook via VNO-NCW richting Den Haag hebben we al signaal laten uitgaan. Dat in principe kun je die kosten onder de werkkostenregeling brengen. Maar die is veel te beperkt. Dus ik denk dat het nodig is dat heel snel de rijkwijde en de ruimte in die werkkostenregeling enorm wordt verruimd, om het zo maar te zeggen. Dat er veel meer mogelijk wordt voor werkgevers om richting hun werknemers fiscaal aantrekkelijk middelen ter beschikking te stellen om die werkplek op een goede manier in te vullen. Daarmee eens. Goeie. Peter Weterman, wil jij ook je microfoon aanzetten en je vraag stellen alsjeblieft? Ja, mijn vraag is, nou, wij geven trainingen en opleidingen in het centrum van de stad aan de Keizersgracht. Binnen ons model is het heel belangrijk dat mensen met openbaar vervoer komen. Parkeren aan de Keizersgracht is eigenlijk niet te doen en niet te betalen. Zijn dat mensen komen bij ons vanuit het hele land, soms ook internationaal. Wat zijn de aanbevelingen die jullie voor zo'n situatie doen? Dat we daar eens gezamenlijk over na zouden moeten denken, denk ik. Ja, dat klinkt heel flauw, maar dat is wel zoals we werken. Dus wij denken nooit in eerste instantie in de oplossing. We denken altijd in motieven en in de analyse van de situatie. Dus dan zouden we moeten kijken van hoeveel mensen gaat het dan? Wat wil je ook als organisatie uitstralen? Wat wil je ook je klanten dan bieden? En op basis daarvan kunnen we altijd wel oplossingen verzinnen. Maar je moet altijd wel beginnen, denk ik, met even afstand te nemen en te denken van wie willen we zijn en wat willen we doen. En op basis daarvan kun je dan naar een plan van aanpak. We horen ook heel vaak dat werkgevers zeggen van we willen fietsen gaan stimuleren. Dan denk je van ja, dat gaan we ook altijd, zetten we een stap terug, zeggen we ja, maar waarom wil je dat? Zeggen we vinden vitaliteit belangrijk, dat is alweer wat anders. Dan zeggen we, wat doe je dan in je kantine bijvoorbeeld? Weet je? Dus het moet altijd een totaalverhaal zijn. Ja. Oké, ik kom erop terug bij je. Dankjewel, Peter. En volgens mij, ik zie dat Pamela Peton de hand omhoog heeft van de RAI. Die heeft volgens mij ook wel een oplossing hiervoor. Ja, inderdaad. Ik dacht, ik hoorde de vraag van Peter. Ik denk, ik sluit me meteen even aan. Peter, wat misschien wel interessant is. Wij hebben toevallig net vorige week met een, ik weet niet of ik het hier mag noemen, maar een groot bedrijf die ook op de Keizersgracht zit. Hebben wij een samenwerking nu. Dat zij de auto's parkeren in de RAI en dan op de fiets naar de Keizersgracht. We zijn erg enthousiast. En hoe heet het initiatief, Pamela? Het moet natuurlijk wel mooi weer zijn, daar ben ik eerlijk in. Maar ze zijn tot nu toe Park and Bike. Initiatief samen met Hello Zuidas en Hello Bike gestart. Volgens mij valt Pamela weg, Rijn. Hoor jij er nog?
Ja, maar je hebt een hele slechte verbinding. Ja, maar dat is een hele mooie oplossing. Ja. Horen jullie mij nu weer? Of? Ja, ik hoor je nu wel, ja. Ja, ik hoor je, ja. Ja, we hebben nu het Park & Bike abonnement net met samenwerken met Hello Zuid als een Hello Bike ingezet. En dat verloopt eigenlijk nu wel goed. En we merken dat steeds meer bedrijven nu de vragen stellen van hoe gaat het precies? Kan ik het een keer uittesten? Je zet eigenlijk je auto in de rij en je doet eigenlijk de laatste minuten, dan wel, nou ja, voor de Keizersgracht is dat misschien 10 tot 15 minuten, naar kantoor of naar de training of noem maar op. Ja, mochten jullie een keer willen testen, jullie mogen mij altijd bereiken. Helemaal goed. We zullen ervoor zorgen. Dankjewel, Pamela. Goed, ja, een mooie oplossing. Ik zie ook dat heel veel mogelijk wordt. Hè, dat je dat niet 3 maanden geleden al niemand erover nagedacht. En nu zie je dat nieuwe combinatie is hartstikke mooi. Rijn, zou je nog even ook wat verder kunnen vertellen wat Bereikers doet en wat ook bedrijven en werkgevers daaraan hebben? Het is al een beetje langskomen wat we doen, dus we helpen grote werkgevers bij slimme en duurzame mobiliteit. Dat kan zijn van medewerkers, maar het kan ook gaan over goederen. We hebben ook een afdeling logistiek. En wat we doen is, we maken binnen dat bedrijf een team, hè, want mobiliteitsbeleid raakt iedereen. Dus dat ga je niet vanuit je kamertje, je achterkamertje verzinnen om dan over schutting te gooien. Heb je een hele hoop herrie in je tent. Ja. Dus daarbij betrekken we meestal mensen van HR, mensen van facilities die over de parkeerplaatsen gaan, slagboom, mensen van finance die vaak over de leasecontracten gaan. En ook de ondernemingsraad is vaak heel belangrijk, eigenlijk altijd heel belangrijk. En met dat team gaan we kijken op de eerste plaats is wat is jouw motief in mobiliteit? Want wij werken worden betaald door de overheid om files te verminderen, CO2 te verminderen. Maar dat is vaak niet het motief van de werkgever. Die werkgever zit op kosten, op het moderne werkgeverschap, fiscaliteit. En op basis van die mix van motieven gaan we kijken van wat past nou precies bij jou. Dus maak een analyse van je mobiliteitsprofiel. Die zit hier ergens achter. Doe op zo'n manier. We maken een postcodelijst van al die medewerkers. Die gaan we stoppen in een analyse tool. En die geeft een mobiliteitsprofiel. En dan gaan we vervolgens knoppen draaien. Dus we gaan bijvoorbeeld kijken als je thuiswerken zou willen bevorderen. Hoe pakt dat uit voor je mobiliteit. Dit is in het geval van de werkgever die voorheen niks aan thuiswerken deed. En nu tegen iedereen zegt van je gaat 2 dagen thuiswerken. Zie je dat het bijvoorbeeld de helft van je CO2-uitstoot scheelt. Maar dat scheelt ook heel veel in je facilities. En je ziet hier wat er dan gebeurt met je gaat van 350 naar 200 werkplekken. Een aantal parkeerplaatsen wordt drastisch verminderd van 270 naar 160. Het zijn allemaal enorme kostenposten. Dus op die manier gaan we dan met die werkgever aan de slag. Om te kijken hoe een verandering van beleid ook uitpakt voor zijn bedrijfsvoering. En dat is natuurlijk heel belangrijk om draagvlak te hebben. Niet alleen bij die werkgever zelf, maar ook bij de medewerkers. Hey, en hoe lang duurde dat hoor? Wat heeft het toen zo opgeleverd eigenlijk? Dan ga ik even terug. De Hoeven is in 2015. Inmiddels is ons netwerk 250.000 250 grote werkgevers moet ik zeggen, en dat groot, echt groot, hè, gemiddeld 1000 werknemers per stuk. Dus 250.000 medewerkers zijn dat. En van die groep hadden we voor corona, om het zo maar te zeggen, 10.000 mensen uit de spits. Als je tegelijkertijd de weg opduwt in een autootje, dan sta je vast van Amsterdam tot naar Maastricht. En die zijn dus van gedrag veranderd, waardoor we elke dag 180.000 kilometers, autokilometers voorkomen. Of zo'n 30 ton CO2. Dus dat is het effect van ons programma tot nu toe. En dat is wat we doen. Mooi. Veel resultaat dus de afgelopen jaren. Voor nu, als iemand nog vragen heeft aan Rijn. We hebben nog een minuut of 5 voor een Q&A. Steek je hand even op of zet je microfoon even brutaal aan en stel je vraag. Dan kunnen we daar antwoord op formuleren. Dat is altijd een mooi moment, Rijn. Dan zal het even afwachten of iemand zijn microfoon aanzet. Ze durven niet, hè? Er is altijd wel iemand die durft. Paul Wever zit namelijk ook in de call, dus die durft wel. Die heeft ook al een hele goede vraag. Ja, precies. Daar is hij dan, Menno. Dag, meneer Wever. Hoor je me? Ja, ik hoor je. Meneer Aerts, nee, ik had nog een vraagje. Nu zitten we natuurlijk nog een beetje in de tussentijd. Wanneer wordt het echt spannend om te zien inderdaad wat het uiteindelijk resultaat is van die mobiliteitsverandering? Is dat september? Kunnen we dat nu al zien? Het is nu nog een beetje.
Eén momentje, Paul. Ja, Rijn. Ja, het is nu nog een beetje koffiedik kijken. Want bijvoorbeeld zo'n effect als gaan we weer met z'n allen met de auto. Die ontwikkeling zie je nu plaatsvinden. Dus iedereen tast een beetje in het duister. Ik denk dat in september, en dat is eigenlijk ook het moment dat heel veel grotere organisaties zeggen van tot september werken we thuis. Daarna gaan we weer meer op kantoor. Dat je in maand september, oktober, en wordt het weer ook weer slechter. Dus dan wordt het nieuwe toekomstbeeld wel helder volgens mij. Dan weten we wel waar we aan toe zijn. Ja. Ja, dan heb ik nog een vraag. Jij hebt natuurlijk al geadviseerd een aantal grote werkgevers. Als je dan met die, zonder de namen te noemen, als je een paar van die grote werkgevers dan neemt, hoeveel procent dan gaat zich anders verplaatsen van hun totale potentieel als je kijkt? Want daar kan je natuurlijk al een soort voorspelling op loslaten. Ja, als je noem maar een ING of een ABN, is dat inderdaad heel flink wat ze ingrijpen in het dagelijks wel of niet naar het werk? Ja, dat is heel flink. Zeker ook omdat je dat file-effect zit erin. Dus wat je ziet bij grote werkgevers, waar bijvoorbeeld voorheen een kwart of de helft van de medewerkers één dag per week thuis werkte, zie je dat het aantal mensen die thuis gaan werken toeneemt, maar ook de hoeveelheid thuiswerk neemt toe. Dus dat is een duidelijk effect. Maar in de file zie je ook dat als je 5% minder in de spits rijdt, dat die spits weg is, dan is die file weg. En die twee met elkaar gecombineerd is volgens mij, ik ben er vrij fors van overtuigd, dat de files, en met name dan in de enorme zwaarte zoals we die kenden van voor de coronafile tijd. Ja. Dus elke dag files, en files begonnen om 8 uur 's ochtends en duurde tot half tien, dat wel een tijdje duurt voordat dat weer terug is. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Dus die files die zullen zeker weer komen, maar dat zullen meer piekmomenten zijn. En ook van een veel minder grote zwaarte. Ja. Dankjewel, Paul. Ja, Oké, dank. Heel goed. Iemand anders nog een vraag aan Rijn? Ik zie dat Marcoen Verest een vraag heeft. Zet je microfoon aan alsjeblieft en dan kan je je vraag stellen. Ja, goedemiddag. Menno, Rijn, dankjewel ook voor deze presentatie. Ik vroeg mij af, Rijn, je sprak net al over het feit dat binnen een bedrijf verschillende lagen verantwoordelijk zijn. Ten aanzien van het mobiliteitsprobleem. Ik zie ook in de markt dat het vaak diffuus is. Hè, dat de een verantwoordelijk is voor finance en de ander. Dat je een soort van vingerwijze krijgt. Wat is volgens jou, of wat zijn volgens jou de twee belangrijkste factoren om binnen bedrijven uiteindelijk die neuzen dezelfde kant op te krijgen? Dat zijn twee dingen, denk ik. Dat heeft te maken met de facilities. Dus dat is de restcapaciteit die je hebt op kantoor in die anderhalf meter economie. Die is dus echt fundamenteel veranderd ten opzichte van de periode daarvoor. Dus daar moet je mee dealen. En het is denk ik het management. Wat nu ziet dat thuiswerken heel goed mogelijk is. En eigenlijk nummer drie is natuurlijk de medewerker die dat ook ziet. En die in grote getalen nooit meer teruggaat naar dat 5 dagen in de week in de spits naar kantoor. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste krachten die spelen. Om ervoor te zorgen dat het voorlopig niet meer wordt zoals het was. En in dit geval is dat dan puur positief, want dat betekent dat we met elkaar heel veel uren gaan sparen in het voorkomen van files, die we op een veel nuttiger manier kunnen inzetten, volgens mij. Ja. Voldoende, Marco? Dankjewel. Super, dank je. Nog één laatste vraag. Wie zou hem willen stellen? Nou, Rijn, dan rest mij, denk ik, het is nu 4:15 om... Jij nog een vraag, Menno? Nee, ik heb mijn vragen wel gesteld aan je. Maar ik wilde, ja, misschien eentje nog. Vond je het leuk om op deze manier je verhaal te kunnen vertellen aan een groep mensen die je niet kan zien? Ja, heel leuk. Dus dat niet zien is wel een belevenis. Want je merkt dus niet, je krijgt geen feedback. Je hebt geen idee hoe het dan binnenkomt. Ja. Maar ik hoop dat het interessant was en dat mensen ook weer wat nieuwe inzichten hebben gekregen. Ja. Wat dat doet voor. Ja. Nog één andere vraag. Hoe kunnen we je bereiken? Via www.wijzijnbereikjes.nl of via Oran natuurlijk, want ik ben fanatiek lid van Oran. En Oran is natuurlijk ook een partij die altijd ondernemers aan elkaar verbindt, dus dat kan ook altijd via jullie volgens mij. Zeker, dankjewel. Voor alle deelnemers, ontzettend dank voor jullie deelname. Zeker ook omdat ik namelijk net naar buiten keek en het is echt prachtig weer. Dus ik zou zeggen, blijf niet te lang achter je computer zitten. Maar nogmaals, dank voor je deelname. En zijn we binnenkort weer terug met een ondernemers stories, dus hou ons in de gaten. En dan zien we u graag weer terug. Nogmaals hartelijk dank.